Er was een hele speciale start, want misschien was het wel een beetje een valse start, maar we lieten ons dan toch doorrijden en ik was niet zo heel goed weg. En Michael en Timmerlier reden meteen van de eerste ronde volle gas. En ik zat in het begin dus echt wel achter de feiten aan te halen. En na een tijd was ik echt wel de moed verloren om er nog naartoe te rijden. Maar plots kwamen we ineens heel wat dichter op Michael terug en dan was terug koersen voor de overwinning. En dan moet even die knop omdraaien, terug dat tactische plan een beetje bovenal of hij schrijven. En ik kon hem dan redelijk sneller afgooien in de zandbak. En dan was nog twee ronden vol gas rijden. Het is de eerste echte slijcross van het jaar. Het is ook de eerste keer dat we met de grove tubes aan de start kwamen. En ik kan die dan meteen op mijn naam schrijven. Dus dat is heel leuk dat hier meteen lukt. Want van dit weer en deze parcours, daar hou ik echt wel van. De echte toppers zijn hier niet, Mathieu, Wout en Lars. Want die reken ik nog wel iets beter dan mij. Maar nu blijkt dat ik zonder hen toch wel mee kan doen voor de overwinning. En de overwinning zelfs kan nemen met toch een heel wat seconden voorsprong vandaag. En dat doet wel deugd en is wel heel tof om zo rond te rijden. Zullen